keer. Ik heb in 5 landen gewerkt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we ergens het grote thema der Nederlandse taal deden. Dus volgens mij is dit vrij uniek. Het gaat over de Nederlandse taal, dus over de Nederlandse cultuur. We zijn hier met allemaal Nederlandstaligen. Ook uit België hebben we deelnemers. Dank u wel, vrienden van het consulaat, voor deze ambiance. Prachtig. DT is belangrijk. Ik bedoel, wereldwijd, as we speak, wordt dit wereldwijd op hetzelfde moment voor de dag gehaald. Een moderne Pietje precies kan het onderwijs altijd gebruiken. Maakte u een hartstikke lastig DT? Een moderne Pietje precies kan het onderwijs altijd gebruiken. Ik denk dat het wat dat betreft indrukwekkend is om te zien hoe goed mensen toch zo moeilijk dicté maken. Ten slotte, u gaat vandaag niet onverrichte zaken naar huis. Ja. Oké, jongens, een applaus voor dit. We hebben nu het moment dat de jury in inbraak gaat. De serieuze bedoelingen komen er een beetje uit. Hebben we genoeg rode stift? Absoluut. Mensen denken dat het bloed, zweet en tranen is om het dicté te maken, maar het nakijken is ook een groot verantwoordelijkheid. Wat je als land, als volk gemeen hebt, ja, de taal is een van de belangrijkste dingen. Nou, je gaat ingelijst worden, denk ik. Mooi. Roland Martin. En met trots zeg ik, dit is iemand van de Rio Oranje School. Lisa Kunst. Wauw. Ja, en dan nu. De winnaar. Iedereen kan nu nog de winnaar zijn. Toch nog wel 7 fout. Jos. Hartelijk gefeliciteerd met deze winnaarspositie. We hebben een wijsgemaakt certificaat voor jou als winnaar. Jullie worden alle 3 gefeliciteerd. Dankjewel.